de Call of Duty 2016 Infinite Warfare trailer is online gekomen op het kanaal van Call of Duty. Ik heb hem vanochtend gekeken en ik ga nu mijn mening geven in deze video over de trailer. Dus, we beginnen de trailer. Ik ga hem er even bij pakken. We beginnen de trailer natuurlijk altijd met het PEGI 16 logotje. Dit is 16 jaar en dat was ook met Ghost. Maar, we zien hier dus ruimteschepen in het begin. Ik kijk hem nu met jullie mee. Jullie zien hem niet vanwege copyright eventueel die je kan krijgen. Dus kijk hem, links staat hij mede in de beschrijving. Als je hem nog niet hebt gezien natuurlijk. En hij ziet er heel erg cool uit, vind ik. Maar, er zijn een paar dingen in de game die ik eventjes wil bespreken. Namelijk de ruimte die je dadelijk gaat zien. Althans, die ik dadelijk ga zien. Want er is een stukje in deze trailer waar je gewoon boots on the ground hebt. Je ziet een aantal robots lopen, et cetera. Maar dat maakt niet heel veel uit. Maar, hier, ik skip een beetje door de video heen. Zie je een heel groot ruimteschip. En een soort van lightning strike drone over de over het vliegveld vliegen. Wat nog meer heel erg raar voor mij is, is het ruimte. Want ze gaan opeens met een vliegtuig zo de ruimte in. En ik persoonlijk vind dat not done. Het is alleen de singleplayer, hè. Ik complain nog niks over de multiplayer. Dit is echt alleen de singleplayer. Dus ik heb de Black Ops 3 singleplayer ook nog niet eens aangeraakt. Althans, twee missies met Tim toevallig. Maar oké, het ziet er mooi uit. Maar ik krijg toch het gevoel dat dit Star Wars is en geen Call of Duty. Maar op een gegeven moment krijg je dus ook te zien dat ze ergens, nou, het lijkt op in Parijs bij de Eiffeltoren staan. En je ziet iemand boost jumpen daar. I don't know wat dit te betekenen heeft. Ik zeg het nogmaals. Het is en blijft een multiplayer. Dus ik zeg nog helemaal niks hierover. Maar het einde van de Call of Duty zie je een paar seconden Call of Duty Modern Warfare. Oftewel COD 4 geremasterd. Daar kijk ik nu en ik blijf het cool vinden. Stay frosty. Holy shit, jongens. Dus blijf echt awesome. Je ziet ook de MP5 geremasterd. Dit is echt gaaf. Ik hoop dat ook in Nederland zo het eigen gaan brengen dat je de pre-order versie hebt. Maar dit is echt gaaf. Ik ben binnenkort, hoop ik ook dat we een beta krijgen met zo'n vakantie weer. I don't know. Maar jongens, het was een korte video. Ik wil even bespreken met jullie wat ik hiervan vind. Ik vind de trailer best wel gaaf. Maar ik heb mijn twijfels over het ruimte gebeuren. Maar we gaan het gewoon zien in de game zelf. Bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet de video om 5 uur nog eens te checken. En anders tot morgen om 3 uur precies bij een nieuwe video, jongens. Doei.